ga je met al die stenen doen, Nijntje? Voetballen. Voetballen? Kan dat niet beter met een bal dan met een steen? De steen is niet de bal. Ik maak een doel. Nina neemt haar bal mee en we gaan spelen met Daan en Knorretje. Hoi, Nijntje. Hoi, Daan. Kijk eens wat ik heb. Ik schrok ervan. Dit is mijn duveltje uit een doosje. Die is grappig. Mag ik ook eens? Ja hoor. Draai maar aan de hendel. Geweldig! Maar ik denk niet dat hij kan voetballen. Kijk uit! Zagen jullie dat schot? Hoi Nina. Hoi Nina. Hoi Nijntje. Hoi Daan. Wat zit er in die doos? Ik zal het laten zien. Wat leuk zeg. Kom op, we gaan spelen. Woehoe, ik ga op het doel. Maar Knorretje staat graag op het doel. Ja, maar zij is er niet. We kunnen vast gaan spelen tot ze er is. Hier ben je veilig. Naar mij! Wow! Kijk eens hoe ver die kwam. Kom op, hij ligt daar. Ik doe mee. Nijntje. Nina. Daan. Waar zijn jullie? Oeh. Wat is dit? Oh. Jij bent grappig. Laten we samen spelen tot ik mijn vriendjes vind. Yes! Doelpunt! Mooi doelpunt, Nijntje. Mijn duveltje uit het doosje is weg. Weet je zeker dat hij daar stond? Ja, natuurlijk. Ik had hem hier neergezet. Stil maar, Daan. We vinden het wel. We kunnen beter zoeken als we allemaal een kant op gaan. Oké? Okay? Denk je echt dat we het gaan terugvinden? Dat weet ik zeker. Vooruit. Zoek het vlug en breng het terug. Waar is de doos heen? Achter deze steen. Waar ben je dan? Kom terug als je kan. Ik ken dat geluid. Knorretje! Kijk eens wat ik hier heb, Nijntje. Oh! Ja. Dat is het duveltje uit het doosje vandaan. Nee, het is van mij. Ik heb het gevonden. Niemand speelt daarmee. Daan had het neergelegd om te kunnen voetballen. Oh. Maar ik zag dat niet. Misschien is dit een ander duveltje uit een doosje. Knorretje, het is echt dezelfde. Kijk niet zo naar mij. Oh, is het echt vandaan? Daan is heel erg verdrietig. Hij heeft overal gezocht. Oké, ik ga even terug. Misschien wil Daan nu mijn vriend niet meer zijn. Ik wilde zijn speelgoed niet afpakken. Hij begrijpt vast wel dat het een vergissing was. Ik hoop het. Ik kan het duveltje nergens vinden. Ik ook niet. Sorry, Daan. Knorretje! Je hebt mijn duveltje gevonden! Een soort van. Ik heb hem wel gevonden, maar eerst had ik hem gewoon gepakt. Het spijt me, Daan.
Het was gewoon een vergissing. Knorretje wist niet dat hij van jou was. Het geeft niet, Knorretje. Ik ben heel erg blij dat ik hem weer terug heb. Oh, mag ik nog met jullie voetballen? Natuurlijk! En jij mag op het doel. Dat vind ik de leukste plek. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk! Oh, dat is weer, hè? Ik geloof dat het duveltje ook wel wil dat je meedoet. Waar wachten we dan nog op? We gaan voetballen! Daar komt ie! Mooie redding, Knorretje! Ja! Hallo, Nijntje. Is er iets? Ik wil buiten verstoppertje spelen met mijn vriendjes. Maar het regent. Oh ja, je kunt natuurlijk niet naar het park als het regent. Nee, er zijn overal plassen. En die verpesten alles. Zo te horen is hier iemand aan het mopperen. Ik ben niet aan het mopperen. Ik wil gewoon buiten spelen met mijn vriendjes. Oh, het is Snuffy. Natte hond. Dat is fijn. Een van je vriendjes is naar jou toegekomen. Sta stil, Snuffy. Ik moet je afdrogen. Snuffy, je bent helemaal nat. Snuffy? Snuffy, waar ben je nou? Ben je Snuffy kwijt? Ik geloof dat ze zich verstopt. Misschien kan je dan toch verstoppertje spelen. Oh ja! Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Snuffy, ben jij dat? Ze is weg! Snuffy. Daar ben je! Ik zie je wel! Oh, blijf daar, Snuffy. Hallo, Nijntje. Knorretje, je komt bij me spelen. Ik doe verstoppertje met Snuffy. Je mag me helpen zoeken als je wilt. Ze heeft zich daar verstopt. Snuffy is goed in verstoppen. Oh, ze heeft vast een nieuw verstopplek gevonden. Kom mee, we gaan eens zoeken. Snuffy, Snuffy, waar is ze nu heen? Oeh, Snuffy verstopt zich, ik vind haar niet alleen. Snuffy, Snuffy, zit je in de hoek? Snuffy is gewoon helemaal zoek. Snuffy, Snuffy, zijn we dichterbij? Snuffy verstopt zich voor Knorretje en mij. Snuffy, Snuffy, zit je daar misschien? Snuffy zit verstopt, dus we kunnen haar niet zien. Snuffy is echt goed in je verstoppertje. Oh, kijk. Ik zie haar natte pootjes. Laten we ze volgen. Kom mee. Sst. Snuffy, gevonden! Dat was een leuk spelletje, Snuffy. Maar nu moet ik je afdrogen. Sta stil, Snuffy. Oh. Oeh, wie is daar? Het is Nina. Hallo, Nijntje. Hallo, Knorretje. Hoi. Ik ben meteen gekomen toen het niet meer regende. Ja, het is droog. Nu kunnen we buiten spelen. Waar is mijn paraplu? Snuffy!
Daar is die. Stop! Kom terug, Snuffy. Laat los. Kom terug. Snuffy, Snuffy, kom terug nu. Dat is geen stok, maar een paraplu. Snuffy, Snuffy, we krijgen je wel. Ren maar weg. Wij zijn ook snel. Snuffy, Snuffy, dat doe je vlug. Dat is mijn paraplu. Ik wil hem terug. Oké. Jij en Knorretje gaan daarheen en ik ga hierheen. Goed? Snuffy! Zo, ik heb mijn paraplu weer terug. Laten we in de plassen gaan stampen. Kom! Snuffy, je is prettig en nat. Speel je lekker met je vrienden, Nijntje? Oh, ja! We hebben eerst verstoppertje gedaan en touwtrekken en pakkertje. En nu zijn we aan het stampen in de plassen. Ah, zo te zien kun je toch nog lekker spelen op een regenachtige dag. Mm-hmm. En je kan alleen maar in de plassen stampen als het heeft geregend. Kijk! Plassen zijn leuk! Spetter! Hallo, Nijntje. Zoek je soms iets? Sst. Ik ben niet aan het zoeken. Ik luister. Huh? Wat is dat voor een vreemd geluid? Daar is hij! Het is oom Vliegenier! Hallo, Nijntje! Oh, ik heb een verrassing voor je. Ik ben dol op verrassingen. Het zit in deze doos. Zullen we hem samen naar je huis dragen? Oké. Oh. Oh. Wat is mijn verrassing, oom Vliegenier? Ik zal je een hint geven. Het heeft iets te maken met draken. Draken? Hallo. Ik dacht al dat ik je vliegtuig hoorde. Wat dacht je van een lekker kopje thee? Oh, heel graag. Wat zou er in de doos zitten, Nijntje? Oom Vliegenier zei dat het iets met draken te maken heeft. Dan zou ik maar voorzichtig zijn. Hmm. Oh! Hoi, Nina. Hallo, Nijntje. Waar is oom Vliegenier? Oeh, wat is dat? Dat is een verrassing van oom Vliegenier. Het heeft iets te maken met draken. Draken? Draken bestaan toch niet, of wel? Oom Vliegenier zei het zelf. Oeh. Oh. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Wat zou het zijn? Het zit in strovenpaks. Dus het is vast heel speciaal. Het is wel een gekke vorm. Het lijkt wel een ei met stekels. Dat is het natuurlijk. Een drakenei. Misschien heb je gelijk, Nijntje. Oeh, als we zorgen dat het ei uitkomt, kunnen we een echte draak zien. Wauw, draken zijn groot. Ik weet wat. Laten we het naar buiten brengen. Daar is meer ruimte. Voorzichtig, Nina. Ik weet wat. Laten we een nest maken om het drakenei veilig in te leggen. Oeh, deze zijn mooi. Dit ziet er goed uit. Ik heb er één. Krak. Hé, hey, hij prikt een beetje. Oeh. Voorzichtig, Nijntje. Hoe zorgen we dat het uitkomt? We kunnen een liedje zingen, zodat die weet dat we wachten. Oké. Kom maar, draakje, kom er maar uit. Ik ben zo benieuwd. Hoe zie jij eruit?
Kom maar, draakje, zeg eens gedag. Ik wil je zien vliegen, als dat mag. Kom maar, draakje, hier is een nest. Ik wil je zo graag zien, dat weet je best. Oh, het is niet gelukt. Ik weet wat. Vogels zitten altijd op hun eieren om ze uit te broeden. Auw, het prikt te veel om op te zitten. Dan moeten we gewoon wachten tot die vanzelf uitkomt. Wat ruikt er hier zo lekker? Hallo, knorretje. Auw, het prikt aan mijn neus. Voorzichtig, knorretje. Dat is ons ei. Een ei? Ik wist wel dat ik iets lekkers had geroken. Jam, jam, jam. Wacht! Het is een speciaal draken-ei. Huh? Een draken-ei? Mm-hmm. Draken met grote tanden en vuur. En oh! Rennen! Verstop je! Rustig aan, knorretje. Waarom zo'n haast? Ze hebben een draken-ei. Het kan elk moment uitkomen. Een draken-ei? Heb jij hier toevallig iets mee te maken? Misschien heb ik wel iets gezegd. Hallo, onvliegenier. We hebben uw draken-ei gevonden. Ja, we wachten tot het uitkomt. Dan kunnen jullie heel lang wachten. Dit is geen draken-ei, Nijntje. Maar u zei dat de verrassing iets te maken had met draken. Dat klopt. Dit is een drakenvrucht. Het lekkerste fruit dat er bestaat. Oeh. Kom maar, ik zal het laten zien. Lekker. U had gelijk, oom Vliegenier. Dit is echt heerlijk. Als hij de volgende keer komt, krijg ik dan weer een draken-ei? Ik bedoel vrucht? Nee. Ik neem altijd een verrassing mee. Nu je weet wat een drakenvrucht is, zou het toch geen verrassing meer zijn? Nee, dat is zo. Maak je geen zorgen. Ik neem iets mee wat net zo speciaal is. Dag! 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 Dag!